kan me nog herinneren dat ik een jaar geleden was ik hier ook bij Heemskerk Juweliers. En dat is echt een leuke zaak. Ik heb toen een mevrouw heel blij gemaakt. Nou, ze hebben weer allerlei mooie sieraden liggen. En ik zie mensen bij de kassen staan. Dus we gaan kijken of we iemand blij kunnen maken. Ik heb hem natuurlijk bij me weer, de pinpas van de winkeliers uit Akkershof. Goedemiddag. Sorry dat ik jullie even stoor hoor. Je staat even een mooie ring te passen. Ja. Ja, ik ben van het winkelcentrum en ik zie je wel een klein beetje schrikken. Ja, maar ik heb wat... Nee, maar ik heb wel een leuke verrassing voor je. Ik heb namelijk de pinpas van de winkeliers meegenomen. Oh. Ja. En ik mag mensen blij gaan maken vandaag die vaak in Akkershof komen. Dus ik mag een gedeelte aan die ring mee gaan betalen. En misschien wel de hele ring. Maar ik weet niet wat voor dure ring je uit gaat kiezen. Wordt het nu minder eng en leuker al? Het wordt een leukere ring, ja. Nee. Ja, het wordt al leuker. Hè? Ik snap dat je een camera altijd eng vindt. Maar dit is wel heel leuk als ik natuurlijk mee ga betalen. Want jij ging hem een cadeau geven. Ja. Had je een bepaald budget in je hoofd? Nee, nog niet echt. Nog niet echt. Ze is echt gewoon onbetaalbaar. Tuurlijk. Ja. Nou weet je, ga even rustig doorzoeken. Dan hou ik even mijn mond. Kun je even gewoon even lekker kijken naar die ring. En als je er eentje gevonden hebt, dan kom ik met mijn pinpas. Okay. En dan wil ik wel even van u weten hoe duur die ring is natuurlijk. Komt goed. Ja. En volgens mij was het er vorig jaar ook, hè? Klopt. Ja, dus je weet hoe het werkt, hè? Toen ging het ook hartstikke goed, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik laat jullie even met rust even lekker uitzoeken. Okay. Volgens mij is het gelukt, hè? Ja, deze is toch wel erg mooi. Ja, ik vind hem ook hartstikke mooi, maar dat zal ook wel weer aardig wat kosten, denk ik. Nou, valt best mee. Het is een mooie zilveren ring, komt op €39. Weet je wat ik ga doen? Ik ga hem gewoon helemaal betalen. Moet jij één ding beloven? Dat je er vanavond mee uit eten neemt. Dat kan niet vanavond. Mag morgenavond. Morgenavond. Je moet vanavond werken. Nee, ze gaat oppassen. Oh, ze gaat oppassen. Nou, morgenavond dan. Want dat geld van die ring, dat hou je dan in je zak en dan ga je morgen lekker van eten. Dat is een goede deal, ja. Toch? Nou, helemaal mooi. Dan ga ik naar de kassa. Ik heb hem, de pinpas. Die kant op, hè. Ik weet nog waar die is. Nou, daar ben ik weer met de pinpas. Helemaal goed. Je gaat hem gelijk zo afrekenen. Ja, helemaal. Van voor tot achter, €39. Rond. Nou, rond. Hartstikke mooi. Klaar? De tweede bezoeker van Akkershof die we vandaag gaan verrassen. Nou, dat moet lukken. Ik weet wat erop staat. En het is akkoord. Goed, u bent geslaagd. Nou, dankjewel. Dan ga ik door naar de volgende ronde. Naar de volgende winkel. Door voor de koelkast, roept daar een mevrouw. Nou, ik ga nog naar expert. Dus als je een koelkast nodig hebt, zou ik... jammer. Ik zou zeggen, kom even daar naartoe... En morgenavond gaat hij je meenemen uit eten. Ja. Dus daar moet je hem wel aan houden. Ja, dat komt wel goed. Ja, klopt. Ja, helemaal goed. Ja. Nou, top. Ik wens je heel veel plezier met de ring. Dankjewel. Heel graag gedaan. Heel leuk. En jij eet smakelijk voor morgenavond, hè? Ik laat jullie alleen. Succes. Hij wordt mooi ingepakt. En tot volgend jaar weer, hè? Oké. Doeg.